Het ministerie van Regionale Ontwikkeling RO en Suriname Candied Fruits NV SCF hebben een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van de producerie-sector in Marowijne. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Directeur Leroy Jack van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland tekende namens het ministerie, terwijl directeur Ruud Souverijn namens SCF tekende. De intentieverklaring is gisteren tijdens het bezoek van minister Edgar Dikan aan de producerifabriek Apodo Tropical Fruits ATC in de omgeving van het dorp Ofia-Olo. De bedoeling is dat SCF de producten van dit bedrijf opkoopt. Indien het project succesvol wordt, zal de oogst van 4000 kilo in het derde jaar stijgen naar 50.000 in het zesde jaar. Steeds meer mensen in Marowijne geloven dat het project zal slagen, zegt de ATC-directeur Cortessa Dapau. Ze baseert dit op basis van de groei van het aantal boeren in Marowijne. De ondernemer wijst er wel op dat het belangrijk is dat de boeren worden voorzien van goede gronden. Ze hoopt dat de overheid iets meer vaart zet achter het bevestigen van de titels op de grond voor de boeren. Aldus NII in een persbericht.